4 culturen, 4 podia en 1 arena. 4 rondes vol keiharde strijd. 1 ultieme winnaar. Dat is de Red Bull Culture Clash. Op 26 mei vond de Clash der Culturen voor het eerst plaats in Ahoy Rotterdam. Om awareness te creëren voor het event koos Red Bull voor een 360 graden branded content partnership met RTL. Met behulp van online influencers. Defruims! Ja! Voor fans die niet aanwezig konden zijn bij de battle, zorgden we voor een livestream op RTL XL. Zo konden ze toch de legendarische Red Bull Culture Clash beleven. We haalden alles uit de kast om de livestream te promoten. Billboarding en brandpromo's op tv, een tailor-made actiepagina en videoposts op RTL's social kanalen. Want ik moet natuurlijk zelf ook even snapchatten, social media. De platformen van influencers Quivines, Zeus, Defano Holwijn en Negative werden ingezet om live verslag te doen vanuit Ahoy. Let's go! Super tof dat jij nu aan het kijken bent. Maar ik vind het jammer dat jullie er niet zijn. Voorafgaande aan het event genereerden de mannen awareness via posts op Facebook en vette content op hun YouTube-kanalen. Ik zit hier namelijk als Moortje en we zijn bezig met filmen voor de Red Bull Culture Clash. Achteraf verspreiden we een spetterende aftermovie en ondersteunden we de online campagne met toffe content. Als afsluiting programmeerden we Red Bull's Rockumentary op 17 juni bij RTL 5 en vervolgens op RTL XL. Een tijdloze film over invloedrijke Nederlandse muziekculturen, van hip-hop tot hardcore. Het partnership zorgde voor keiharde resultaten, met een totaal social bereik van 3 miljoen. De innovatieve campagne zorgde voor extra awareness voor de Red Bull Culture Clash onder jongeren en droeg bij aan een verhoogde merkassociatie met muziek en unieke events.